Hoi allemaal, wat onwijs leuk dat jullie er weer zijn voor weer een nieuwe gezellige video. In de video van vandaag gaan we het hebben over de leukste kerstboeken. Rondom kerst vind ik het altijd heel erg gezellig om lekker op de bank te zitten bij de kerstboom, op een haartje aan en dan met een heerlijk leuk kerstboek. Dat vind ik dus echt geweldig en ja, ik zat zo eens te kijken, mijn collectie kerstboeken is al behoorlijk. Voordat we echt beginnen met de boeken, heb je ook nog leuke tijdschriften natuurlijk. Die je deze tijd van het jaar hebt. Tijdschriften die je helpen bijvoorbeeld met ideetjes voor styling. Daarvoor heb ik deze twee. Gewoon van die lekkere tijdschriften waar je gewoon heerlijk in kunt bladeren. En gewoon lekker ideetjes op kunt doen voor kerst. Dus deze is te koop momenteel. En van de Wonen krijg je ook de kerststyling er ook nog eens extra bij. En gewoon echt onwijs lekkere bladeren om even in te gaan kijken. Dus dit zijn twee tijdschriften die je kunt halen op het gebied van kerst. Maar mijn favoriet is dan toch wel deze. De Daphne's Diary is altijd een heel erg leuk blad. Vol met leuke decoratie-ideetjes en leuke knutselwerkjes voor volwassenen. En ik vind dit echt altijd heel leuk. En vooral met kerst maken ze altijd zulke leuke nummers. En staan er altijd zulke leuke DIY's in. En leuke ideetjes. Dus dit is echt wel mijn favoriet. En ik heb dit hele blad al lekker doorgebladerd. En je zult waarschijnlijk wel zien dat ik al wat dingen heb weggeknipt. Het valt nog mee. Maar ik ben hier al lekker mee bezig geweest. En het is echt zo'n leuk iets. Hierin staan ook altijd leuke, lekkere receptjes. Leuke DIY's. En dit is altijd een onwijs leuk blad om even lekker in te lezen. Hier kan ik altijd echt heel erg van genieten. Dus zeker een aanrader. Maar nu, de kerstboeken. Met kerst vind ik het dus heerlijk om te lezen. En nu heb ik dus een aantal boeken. Nu we het dan nog over styling hebben, wil ik jullie eerst dit boek laten zien. Dit is de Adventboek. En zoals je kan zien ziet het boek er echt prachtig uit. Het is van Kerstin Niehoff en Laura Vleiter. Dit is dus echt een boek waar dus allemaal voornamelijk receptjes in staan. Er staan ook een paar DIY's in. Ik vond wel dat toen ik dit boek kocht, had ik eigenlijk verwacht dat er iets meer DIY's in zouden staan dan dat erin staan. Er zijn er echt maar, de DIY's zijn eigenlijk op een hand te tellen. Het zijn eigenlijk voornamelijk recepten die erin staan. Met dit boek tel je dus echt de adventstijd af. En ga je dus naar kerst. Dus, maar in dit boek staan dus heel veel lekkere receptjes. En onwijs mooie foto's. Maar ook hele leuke, gezellige verhaaltjes. En dat is iets wat ik dus ook echt heel erg leuk vond. Waren de gezellige verhalen, de decemberverhalen die er eigenlijk in stonden. Je hebt dus hele mooie plaatjes in het boek staan. Maar hier dus ook hoe je een tafel mooi kunt decoreren. Alles is wel heel rustiek en natuurlijk. Natuurlijke wijze. Hier is hoe je dus zelf decoratietjes kan maken. Nou ja, dat zijn een paar van de DIY's die erin staan. Verder heb je heel erg veel receptjes erin staan. Dus als je daarvan houdt, is dit zeker een heel erg leuk boek. En er staan dus ook echt leuke verhaaltjes in. Dus het is gewoon een heel gezellig boek waarmee je aftelt tot kerst. Dan heb ik nog twee boeken voor kinderen. En waaronder deze. Deze kun je nu kopen bij Intratuin. En dan heb je dus een boek met je eigen naam. Dus dit is de naam van mijn dochter. Die heeft deze uitgezocht bij Intratuin Duiven.
Ik zag dat Intratuin Enschede ze ook had liggen. Hier heb je dus allemaal verschillende namen op staan met eigen verhaaltjes. Dit is dus Lotte Red Kerstmis. Nou, ze heeft dit boek echt al ontiegelijk vaak gelezen en ze vindt hem echt geweldig. Dus ja, hier in het begin staat voor Lotte, omdat je zo lief bent geweest. Vrolijk kerstfeest. En het is gewoon echt een heel schattig boekje. Nou ja, gewoon echt heel leuk. En in dit boekje kom je dus steeds de naam die ook op de kaft staat. Dus de naam van je kind komt dan elke keer hier weer in terug. Dus ja, dat is gewoon echt zo onwijs schattig. En ook zeker aanraden. En een heel speciaal boekje, omdat je naam er dus op staat. Dan vind ik een heel mooi boek, ook deze, De Notenkraker, een wijs mooi verhaal. En ja, in dit boek heb ik al heel vaak voorgelezen aan mijn kinderen. Ja, voor mij, ik vind dit altijd een prachtig boek om voor te lezen. Een mooi verhaal en hele mooie illustraties. Dus dit is zeker een boek dat echt een aanrader is voor als je een leuk verhaal wilt gaan lezen met je kinderen, dan is dit echt onwijs leuk. Dit is dus gewoon echt naar het verhaal van E.T.A. Hoffman en illustraties door Valeria do Campo. Maar ja, nee, echt een heel leuk, mooi verhaal. Dus dat zijn eigenlijk mijn aanraders om met kinderen te gaan lezen. Nou, de verhalen voor ons. Ik hou gewoon heel erg van een lekker feel-good, romantisch. Ja, echt zo'n lekkere. Ja, zo'n lekker kerstverhaaltje, weet je wel. Van je vaak al wel in het begin al wel weet van hoe het ongeveer af zou lopen. Maar toch is het zo heerlijk om ze te lezen. Nou heb ik hier een aantal boeken die echt zo leuk waren. Dus die wil ik met jullie gaan delen. Nu hebben we eerst deze van Jenny Colgan. En dit is Kerstmis in de Cupcake Café. Dit verhaaltje is dus dat zij dus in die Cupcake Café werkt. En ze is verliefd en gelukkiger dan ooit. En haar bedrijf bloeit en ze is omringd door goede vrienden. Dus zo begint het eigenlijk al. Dan ja, is ze eigenlijk van overtuigd dat iedereen wel een fijne kerst zal hebben. Maar wanneer haar vriend een baan krijgt aangeboden in New York en de kerstdrukte van de café gaat beginnen, begint het toch de tol te eisen. En ja, moet Issy beslissen wat haar het meest dierbaar is. In december zal Issy moeten vertrouwen op al haar moed, optimisme en bakkunst om iedereen op de een of andere manier een vrolijk kerstfeest te bezorgen. Van deze reeks zijn ook meerdere boeken. Gewoon een lekker schattig kerstverhaaltje. En een verhaaltje wat je lekker snel makkelijk wegleest. Heel erg leuk. Zoek je iets wat meer serieuze dag is. Iets minder zo'n grappige feelgood, maar echt, ja, echt wel meer een serieuzere verhaal. Dan is dit misschien wel wat voor jou. Dit is Snowflakes and Cinnamon Swirls at the Winter Wonderland. En dit is van Heidi Swan. En ja, dit boek was serieuzer dan ik had verwacht. Dus ik ging er meer in van oké, feel good. Dus ik had eerst wel een beetje moeite om hier doorheen te komen. En op een gegeven moment had ik gezegd, oké, weet je, andere genre, gewoon lekker gaan lezen. Is wel echt een heel mooi boek en dit boek laat je ook wel echt meenemen in deze kerstwereld. Alle details, je wordt wel echt ingetrokken. Dus dat is altijd heel fijn bij een boek. Maar ik denk dat dit boek meer onder een drama zou vallen. Desondanks is het nog steeds een mooi verhaal. Dus ja, wil je een wat serieuzere, dan moet je deze gaan uitproberen. Dan heb ik nog twee boeken van Jenny Baylis. En eentje ervan ben ik momenteel nog aan het lezen. En ik moet zeggen dat ik hem heel erg leuk al vind. Terwijl we nog niet eens echt in de wintergedeelte zitten van het boek. Dus ik ga ervan uit dat we er wel naartoe gaan, gezien de voorkant. Maar ja, momenteel zitten we, we zitten volgens mij in september, oktober zitten we nu. Dus in het verhaal. Dus ja, we zijn nog niet bij de wintergedeelte aangekomen. Maar het is al wel echt een heel erg mooi, leuk boek. Dus dit is de mooiste tijd van het jaar. Ik heb hem nog lang niet uitgelezen, maar tot nu toe vind ik hem heel erg leuk. En nog een boek ervan is 12 dagen voor kerst. Ook echt een heel grappig boek. Dit is echt een leuk romantisch kerstverhaal. De kaften zien er ook alle twee zo gigantisch leuk uit.
Echt super. Ja, in het kort is dit dus eigenlijk dat haar vriendin haar inschrijft bij een datingbureau en dat ze dus allemaal dates gaat krijgen. En ja, om ervoor te zorgen dat ze de liefde vindt voordat de kerstvakantie begint. Nou ja, en zo ontstaan er allemaal hilarische dingen op de dates. Dus ja, ook een heel leuk boek. Dan hebben we nog een boek. Waarvan, dit is echt een boek, die heb ik vorig jaar gehaald. Die kwam vorig jaar uit. En dit was echt een boek, die had ik ook zo uitgelezen. En ik vond hem geweldig. Ik was echt helemaal weg van dit boek. En dit boek is van Christina Lauren. En dit boek heet In a Holidays. En dit is dus een verhaal waarin de hoofdkarakter die viert elk jaar kerst met haar hele familie bij hun vakantiehuisje. En dan op kerstavond maakt ze een fout en ja, eigenlijk meerdere dingen gaan fout op kerstavond. Want ook wordt verteld dat dit de laatste keer is dat ze dus kerst samen zullen vieren in dat huis, want het huis wordt verkocht. En nou ja, dan maakt ze dus een grote fout en ze hoopt dus eigenlijk dat die dag dus overnieuw gaat. En dat gebeurt ook. Het is een beetje zo'n Groundhog Day verhaal. Dus elke dag gaat kerstavond dus weer opnieuw. En ondertussen dat kerstavond steeds opnieuw gaat, wordt ze dus verliefd. En zie je dus die ontwikkelingen ook. Maar ja, het is dus wel moeilijk omdat dus de dag steeds teruggaat. Dus diegene waar ze verliefd op, waar ze dus een relatie mee krijgt in die dag. Ja, die relatie wordt dus wel heel erg moeilijk. Maar je zit echt in het boek van, oh, ik hoop zo dat ze op het eind toch bij elkaar zullen komen. En ja, dit was echt een onwijs leuk boek. Ik geloof, ja, dit boek is wel in het Engels. Geen idee of deze ook al in het Nederlands verkrijgbaar is. Dus ja, dit boek heb ik in het Engels gelezen, maar echt een onwijs leuk aanraden. Echt onwijs leuk boek. Dan heb ik nog een boek, daar ben ik vorig jaar mee begonnen en die heb ik gewoon niet uitgelezen. En dit jaar heb ik hem dan eindelijk wel uitgelezen. En dit jaar heb ik zoiets, oké, we pakken dat boek weer lekker op. Waarom heb ik hem niet uitgelezen? Is omdat op een gegeven moment was de kerstgevoel bij dit verhaal, bij dit boek, was een beetje weg. Dit is dus van Sophie Kinsella en dit boek heet Christmas Shopaholic. Confessions of a Shopaholic kennen we waarschijnlijk allemaal wel. Is dus ook van een boek en is dus ook een film van uitgekomen. En dit is echt een onwijs leuk verhaal, een onwijs leuk boek, een onwijs leuke film. In deze reeks zijn dus heel veel vervolgen en dit is dus een van de vervolgen en dit is dan de kersteditie. Ik moet zeggen dat je echt dat zweetje, wat je dus ook voelde in de filmen, bij de eerste boek, voel je nog steeds. Je voelt echt die karakters, dat klopt allemaal, ze zijn het gewoon, je komt gewoon weer in hun wereldje en dat is echt heel leuk. Het is dus zo dat zij dus een kerst, dat zij nu voor het eerst de kerstfeest moet organiseren. Haar moeder deed het altijd, haar moeder is verhuisd, had er geen zin meer in. Dus zij moest het doen. En de aanloop daarnaartoe volg je dus eigenlijk. Maar ik vond dat op een gegeven moment, weet je, je hebt heel veel zijverhaaltjes. En op een gegeven moment ging het niet echt meer om kerst. Weet je, soms werd er wel gegeven, oh ja, ik moet ook nog mijn verlanglijstje doen. Of ik moet er nog cadeautjes halen, ik moet er nog dit halen. Maar we namen heel veel zijverhaaltjes, waardoor de kerstfeer steeds verder wegtrok. En dat vond ik erg jammer in dit boek. En dat gaf het ook dat ik op een gegeven moment ben gaan stoppen met lezen. Dat ik gewoon even geen zin meer had om het boek te pakken. Waardoor ik het dit jaar eigenlijk weer heb opgepakt. Het is wel erg leuk om weer in het wereldje van de shopaholic te zitten. Maar toch voor kerst, ja, zoek ik toch liever andere boeken dan deze. Maar dan moet ik wel bij zeggen, ben je nou echt fan van deze reeks en van Sophie Kinsella? Dan denk ik dat dit wel een heel erg leuk boek zal zijn. En het is niet dat ik dit boek lelijk vond. Totaal niet. Ik vond het een leuk boek. Maar ik had gewoon meer moeite om er doorheen te gaan. En dan komen we bij een boek uit die echt, waarvan ik zo erg heb genoten.
En ik ben hem momenteel zelfs voor de tweede keer aan het lezen, dus dat zegt alweer genoeg. Van een Nederlandse schrijfster en ja, echt onwijs leuk, Lisette Jonkman. En ja, Langste Kerst Ooit is echt zo'n leuk boek. Heel grappig. Ik heb het boek al uit een pre-order en ja, met een hele onwijs leuke tekst van Lisette Jonkman zelf erbij. Zo erg leuk. Dit verhaal is dus echt ook van, ik zal jullie dit verhaal nog even een stap voorlezen. Dus Noël is gek op kerst. Ieder jaar op eerste kerstdag organiseert ze een diner voor een select groepje vrienden en familie. Stevast valt ze op kerstavond in slaap met de wens dat het elke dag kerst was. Alleen gaat deze keer alles fout, maar dan ook echt alles. Haar dure kristallen glazen sneuvelen, de zalm brandt aan. De halve tafel vliegt in de hens, de vliezen van haar hoogzwangere zus breken tijdens het hoofdgerecht. Haar ouders halen herinneringen op aan Noëls ex en tot overmaat van ramp neemt haar broer een onverwachte gast mee. Als Noël 's avonds eindelijk in bed ligt, is ze opgelucht dat het niet elke dag kerst is. Maar dan wordt ze de volgende ochtend wakker, op eerste kerstdag. Dus ja, echt heel erg leuk. Ook hierbij zitten we dus in een kerstloop en doen we dus eerste kerstdag in dit geval steeds over. En ja, echt heel erg leuk. Zoals ze zei, ik ben alweer halverwege. Ik ben hem al voor de tweede keer aan lezen. Ik vind hem gewoon echt super leuk. Dus ja, dit is echt mijn grootste aanrader. Zeker gaan lezen. Het is gewoon echt zo'n leuk boek wat makkelijk wegleest. En ja, dit is de perfecte boek voor deze tijd van het jaar. En als we het dan toch over boeken hebben. A Christmas Carol. De klassieke kerstverhaal natuurlijk. Ja, en dit is natuurlijk ook echt een boek. Een verhaal vooral die eigenlijk iedereen wel kent en moet kennen voor kerst. Dus ja, dit is echt het kerstverhaal. Scrooge. Dit is dus echt de Christmas Carol van Charles Dickens. Dit boek is ook in het Engels. Maar je hebt hier zo gigantisch veel versies van. Zo gigantisch veel boeken zijn hiervan gemaakt. Dat je hier ook echt wel versies van hebt in het Nederlands. En natuurlijk heb je hier ontzettend veel films van. Heel erg leuk. Ik heb toevallig vorige week de film Spirited gekeken met Ryan Reynolds en Will Ferrell. En dit is dus ook een soort Scrooge verhaal. En deze vond ik echt ook heel erg leuk. Dus ook zeker even een aanrader tussendoor. Een film aanradertje. Maar dit is natuurlijk de klassieke kerstverhaal. En daarmee heb ik behoorlijk wat kerstboeken. Heerlijke boeken die ik lekker kan lezen. En misschien heb ik jullie hier wel ook inspiratie mee op gedaan. Waarvan je zoiets hebt van, oh ja, dat boek lijkt mij ook wel wat. Die wil ik ook wel graag lezen. Misschien zijn er wel boeken bij die je totaal nog niet kende. Dus ja, dit zijn echt wel de leukste kerstboeken. Verschillende boeken. Deze twee zijn wel mijn favoriete kerstboeken. Echt onwijs leuke boeken zijn dit. Deze zijn ook gewoon echt van die heerlijke... Ja, heerlijke verhalen. Dus ja, deze zijn ook zeker heel erg leuk in dit tijd van het jaar. En ook dit is een heel leuk, lief verhaaltje. Dus ja, genoeg boeken om lekker de decembermaand en kerst mee door te komen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video weer vonden. En als het zo is, geef het dan een duimpje omhoog. En vergeet hierbij ook zeker niet om te abonneren. En vergeet ook niet, als je al geabonneerd bent, om even op dat belletje te drukken. Want dan krijg je dus een notificatie wanneer er een nieuwe video online staat. En ja, daarbij hoop ik jullie weer in de volgende video weer te zien. Tot dan! Doei!